Again, Firm Performance Scholarship. Voor de tiende keer alweer, het tiende jaar, uitreiking van een scholarship. En we hebben ze weer, dit jaar. Eerstejaars studenten richting infrastructuur, civiele techniek van de Anton de Kom Universiteit. Hoe werkt het? Heel in het kort. Het gaat om eerstejaars studenten. Die maken vakken, krijgen cijfers daarvoor. En voor elk hoogste cijfer van een vak heb jij een firm performance geleverd. Dat levert jou één lot op. Eind van het jaar bekeken we alle vakken van alle studenten. En alle loten zijn inmiddels hier in deze bak beland. Dat betekent als je voor de helft van het aantal vakken hoogste score hebt, dat de helft van het aantal loten dat hier is, van jou is. De eerste Firm Performer 2021-2022, Rinesh Jawalaprasad. Voor één vak het hoogste cijfer gescoord en daarmee dus één lot in deze kom. Hetzelfde geldt voor Earl Broes, Shaheen Hassan Khan, de enige dame in het gezelschap vandaag. Met voor twee vakken hoogste score Darshan Jewlal. En ook twee vakken was niet genoeg voor de volgende Firm Performer. De Firm Performer 2022 met het meest aantal hoogste scores, het meest aantal loten, Zarfaraz Khan Donre. Van deze vijf Firm Performers is er dus zometeen eentje die er met de hoofdprijs vandoor gaat. En dat is de scholarship. De winnaar krijgt ook een laptop mee. Maar heel belangrijk te vermelden is dat deze performers allemaal winnaars zijn. Je wordt uitgenodigd voor de events van Firm Engineering. Het zijn lezingen, veldbezoeken, site visits, projecten bezoeken. Zeer leerzaam voor de student enerzijds, aan de andere kant voor het netwerk. Heel erg goed, Jurgen Rijman. Dankjewel. Dan beginnen jullie te feliciteren. Fantastisch wat jullie hebben bereikt. Ik zal het echt kort houden. Ik hoef alleen een bal te trekken, dan zijn we er. Een van die ballen, daar zijn die namen op, dat heb ik begrepen. Onthoud één ding wat ze vandaag hebben gezegd, netwerk. Daarmee begint het mee. Kom naar deze borrels, want je netwerk is je toekomst. Suriname zijn ook gewend, netwerk is familie. Nou, de man is naar de monument voor Suriname. Hier ga je werken. Dus look at the fancy boom, waar de man is zoals het brokkotje. Ja? En dadelijk ga ik je specifiek wijzen waar er echt geld zit. Waar geld zit. Dat jij het bent hoor, maar niet omdat je enige meisje bent, maar gewoon. Maak jij het open, gewoon moet ik het zelf open doen. Oké, maak het zelf open doen, wie Jezus. Vroeger als ik een kerstbal brak was mijn moeder boos, nu word ik betaald om kerstballen te breken. En de winnaar is geworden van de Firm Performance Scholarship is geworden Bruce Earl. Dankjewel voor. Het is een extra motivatie om echt verder te gaan en mijn best door te doen. Dus dankjewel. Hoe voel je je, Earl? Ik voel me heel gelukkig. Mijn ouders hebben zoveel gebeden ervoor. Dus ik voel me gelukkig om hier te staan met mijn medestudenten. Dus heel gelukkig. Kwam het onverwachts? Nou, ik had mijn best gedaan. Dus
kan mezelf in de beste positie gezet om. Hey, rollen van wat wacht je? 2024.